Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 5 oktober. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben nog steeds wel verkouden, maar ja, ik denk dat het gewoon wel even zal blijven. Tijgertje is momenteel heel vervelend. Die loopt achter iedereen aan en loopt iedereen uit te halen. Dus dat is even wat minder. Ik heb gisteravond 4 handen op 1 buik gekeken. Dit was een Hoe is het nu met aflevering. Vind ik op zich altijd hartstikke leuk. Was ook wel leuk om te zien hoe groot de kindjes inmiddels geworden waren. Alleen ik vond het jammer dat laatste meisje wilde haar kindjes niet meer in beeld brengen. Die had inmiddels 2 kindjes en dat is natuurlijk een bewuste keuze. Alleen ik had het dan denk ik toch leuker gevonden om een ander meisje te zien die dan... Ja, gewoon waar je het kindje wel van kon zien om te kijken van hoe is zo'n kindje nu geworden. En dat vond ik wel jammer. Zij was dan ook een heel ander pad gaan bewandelen. Haar moeder was inmiddels overleden. Ik kende de afleveringen ook nog wel. Maar ja, dat vond ik gewoon jammer. Het is natuurlijk een keuze die je maakt. Alleen dan denk ik van ja, dan had ik het leuk gevonden om een meisje te zien. Waar je ook van kon zien van joh, hoe groot is dat kindje nu. Daarna heb ik eventjes Splatoon gedaan. Het was ook wel weer... moeilijk. Ik had nu echt een heel moeilijk level, dus ik kwam er niet doorheen. Dus ik moet even kijken of ik ergens kan vinden hoe ik er wel doorheen kom, want soms weet ik het gewoon echt niet. Elke keer viel ik in het water en dat was even minder leuk. Ik heb de vlog afgemaakt, ik heb mijn foto's bewerkt. Daarna ben ik de laatste aflevering van de Netflix-serie gaan kijken, wat echt een heel apart einde was, wat ik niet had zien aankomen ook weer. Maar wel spannend, dus ik moet vanavond wel weer wat nieuws uitzoeken. En daarna vuurzee, wat ook wel weer spannend was. Ik ga zo eventjes hier aan de gang. Ik moet even een was draaien. Ik moet even wat dingen doen. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Ik heb een pakketje binnengekregen met wat make-up die ik heb besteld. Die zal ik jullie even laten zien. En daarna ga ik gewoon eventjes aan de gang. Dus ik zal jullie even op het statief zetten. Ik heb weer een pakketje van de Bougie Shop. Er was namelijk weer een nieuwe collectie van Essence. Die vanaf de volgende maand pas in de winkel ligt. Maar bij de Bougie Shop al verkocht werd. Nou, gewoon weer eventjes een kaartje erbij. Als je het weer goed verpakt, verpakken het altijd in zakjes. Dus ik hoop dat alles ook heel is. Dat is natuurlijk altijd even de vraag. Er zitten ook lipproducten in deze collectie, maar die waren bij de Bougie Shop al uitverkocht. Die heb ik inmiddels bij een andere shop besteld en die komen dus nog binnen. Maar die zien jullie dan van de week nog wel eventjes. Dit is de nieuwe collectie Pumpkin Pretty Please. En ik heb hier allereerst een creamy eyeshadow eyeliner. Dat is deze. Ik zal hier nog een losse video over gaan maken. Maar ik ben hier wel heel benieuwd naar. Hij ziet er dus zo uit. Het is een 2-in-1 product. Je hebt dus een creamy eyeliner en een brush. Wel een beetje raar dat ze shadow eyeliner noemen. Het is dus gewoon een eyeliner. Dus die. Dan hebben we 2 nagellakjes. Dat zijn deze. De Pumpkin Spice Pre-Lease in de kleur 01 Pumpkin en Patch Princess. Het is een beetje een oranje kleurtje. We hebben ook een groene, die vond ik ook wel heel leuk. Dat is de 02 Adam Leaves and Pumpkins Please. Dus dat is die. En de laatste, dat is het schaduwpaletje. Dat is deze. En deze heeft de naam 01 Impressed, Blessed and Pumpkin Obsessed gekregen. En die ziet er dus zo uit. Maar wat ik zeg, er komt hier dus nog een losse video van online. Want ik ben wel heel benieuwd om de producten te gaan proberen. Want ze zien er echt heel erg mooi uit. Dus die heb ik mooi al besteld. De collectie vloog alweer de winkels uit. Of de webshop uit, moet ik zeggen. Hij ligt vanaf volgende maand dus ook gewoon echt in de winkels. Ik zal hem even weer terug inpakken. Er zat ook een lip patch, hadden ze nog. Die heb ik niet gekocht. Want ik denk, ja, dat vind ik niet heel geweldig. Maar de lipproducten die volgen dus nog. Want er zit nog een lipolie en een lipstick. In de collectie, maar die waren dus op de Bougie Shop uitverkocht, maar zoals ik zei heb ik ergens anders besteld. Ik ga dit straks even naar boven brengen. Ik ga nu eventjes wat dingetjes doen, dus ik ga jullie nu meenemen.
ik ben weer klaar met alles. Was wel weer eventjes fijn om even goed aan de gang te gaan. Best wel wat klusjes kunnen doen. Nou ja, gewoon de woonkamer zoals altijd. Eventjes gelijk in de keuken wat opgeruimd. Ik merk toch dat ik soms echt wel wat ruimte tekort kom op mijn aanrecht. Dus ik wil toch kijken als ik straks de keuken ga opknappen. Of ik iets kan verschuiven. Dat het misschien iets meer ruimte creëert. Omdat ik zeg maar, ja, ik heb natuurlijk mijn gasstel midden op het aanrecht staan. Omdat ik daar ook een beetje met een slang zit. Dus dat is wel even iets waar ik naar wil kijken. Met de tijd. Even oud papier bij elkaar geraapt. Nou, heel veel dingen die afval had in de prullenbak moest. En ik weet alleen niet of de flessen van de Slimpy of daar statiegeld op zit. Ik kon het niet vinden. Dus ik moet even kijken of er een recycle logo op zit. Anders kan dit dus gewoon in de plastic bak. Maar dat weet ik dus niet. Of gewoon in de vuilnisbak. Want ik heb hier geen plastic. Maar dat weet ik dus niet. Dus daar moet ik even naar kijken. Ik had het ook al even gevraagd in de groep. Mijn moeder die dacht, die wist het ook eigenlijk niet 100% zeker. Dus moet ik even naar kijken. De dweil moet nog even naar de gang. Nou, de was die zit weer in de droger, die kan zo aan. En dan is alles wel weer klaar. Ik ga zo meteen even lekker relaxen. Dan ga ik straks even lekker douchen en eten. Vanavond heb je Steenrijkstraat Arm. En daarna denk ik gewoon even iets terugkijken. Ik wil sowieso nog even verder met Splatoon. Want dat level dat irriteert me. Dus dat wil ik proberen te halen. Ik ga verder mijn blogpost schrijven. En eventjes de vlog uploaden. Er moet nog even een thumbnail voor gemaakt worden. Nieuwe Netflix serie uitzoeken. Ik heb nog geen idee welke. Dus daar moet ik nog even naar gaan zoeken. En vanavond heb ik weer lekker oogappels. Daar heb ik wel zin in. Dus dat wordt het verder ook. Ik ga nu in ieder geval even wat drinken. De droger aanzetten. En even lekker relaxen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 6 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zo meteen de deur uit om boodschappen te doen. Dus ik ga even de stofzuiger doorheen trekken. En daarna eventjes de kattenbakken scheppen. En dan ben ik wel klaar. Ik heb gisteravond Goede Tijden gekeken en daarna Steenrijkstraat Arm. Ik had wat vraagtekens bij deze aflevering. Het was een stel wat had meegedaan aan Temptation Island. Nou heb ik het hele programma nooit gezien. Maar of we echt zo rijk waren, ik heb mijn twijfels erbij. Ik was niet de enige, want er waren best wel veel mensen die dat op social media al uiten. Van nou, ik weet niet of dat dit wel klopt. En ik had dat ook wel een beetje. Maar goed, het arme gezin had wel weer een hele mooie week. In ieder geval op 5 dagen. Daarna heb ik daarna gekeken. Oh ja, hoe is het nu met het roer om? En ik heb even Splatoon nog gedaan, dat was wel weer leuk. Ik heb een nieuwe Netflix serie uitgezocht. Ik weet even niet hoe die heet. Ik weet ook niet of dat het me heel erg trekt. Dus dan moet ik nog eventjes al wachten. Ik heb pas 1 aflevering gezien. Het is weer een serie van 8 afleveringen. Dus ik moet gewoon even gaan kijken. Ik heb mijn blogpost geschreven en ik heb ook weer de vlog ingepland, thumbnail gemaakt. En ik heb oogappels gekeken, dat was wel weer super leuk. Ik ga nu even gauw stofzuigen en de bakken scheppen en dan neem ik jullie straks nog even mee. En ik zie jullie sowieso weer als ik terug ben van het boodschappen doen.
Ik ben weer terug. Het is een beetje zonnig, dus ik zit er niet helemaal lekker bij. Ik zal even de boodschappen laten zien. Ik heb allereerst... Tiger, ga er eens even voor langs. Kom, niet doen. Toiletpapier in meegenomen. Ja, ik ben heel erg zoekende waar het nou een beetje betaalbaar is. Want het is overal best wel duur. Ik ga straks toch nog even een soepje maken. Ik heb niet zo heel veel trek. Dus neem ik even een broodje bij. Ik heb een pompoenpitje gekocht. Even bij de Aldi geweest. Daar heb ik twee shirtjes. Gewoon van deze. Dat was nu 2 voor 4 euro's. Die heb ik meegenomen. Ik heb me even een emmertje genomen. Want dit is wel leuker ook straks onder een colbertje of zo, zeg maar. Colbertje. Ja, hoe noem je dat zo? Nee, blazer. Heeft geen colbert. Maar dan heb ik gewoon even twee shirtjes. Die zitten dan iets langer ook bij de armen. Ik had bij de welke ook de kattenstiks opgehaald. Want ik heb daar weer eventjes voor kattengrit gehaald. Zat al een gaatje in. En omdat ik had gekrast, kreeg ik die nog. Ik heb een pakje Sparma. Tot hoe lang is dat goed? Tot de 14e. Ik had er even deze meegenomen. Die vond ik altijd heel lekker. Die hadden ze nu bij de Lidl. Dan heb ik hamlapjes gekocht. Varkenslapjes voor maandag. Ik kan er alweer mooi een van in de vriezer. De aardappelschijfjes. De boontjes. Spinazie was in de aanbieding. En dan heb ik de chutjes weer. Spekjes. Even een zak met kattenvoer. Zodra ik er een aanbreek, wil ik die graag weer op voorraad hebben. Ook het zachte voer weer. Afwasmiddel. Een zak met patat. Mijn opschuimmelk weer. Een pakje met pedaalemmerzakjes. Scheerschuim. En 2 keer soepballetjes. Ik neem ze meestal uit blik. Die vind ik hartstikke lekker, dus prima. Dus dat was het. Oh nee, nog snel. Dat zijn alle dingetjes. Ik heb ook nog van mijn coach een cadeautje gekregen nog voor mijn verjaardag. We waren even bij de marskamer, want die heb ik hier nog. En daar heb ik dit bordje gekregen. Dat is ook leuk met fondue, maar kun je ook leuk wat vlees opleggen. En een echt fondue bord. Dat was nu allemaal afgeprijsd en dat is deze. Dat ga ik mooi even afwassen en neerzetten. Dat vond ik wel hartstikke lief en hartstikke leuk. Ik ga dit nu even opruimen. Dan ga ik straks even douchen en lekker wat eten maken. Ik heb het een beetje koud. Even wat drinken, want ik had een hele erg droge mond. Ik heb dat elke keer. Dan loop je in de supermarkt en dan heb je gewoon die neiging. Je doet het natuurlijk niet, hè? Maar je hebt de neiging om gewoon het eerste, het beste wat je tegenkomt, open te trekken en leeg te drinken. Vanavond kijk ik Goede Tijden. Hè? Vanavond is de televisiegala. En dat vind ik altijd weer heel leuk. Dus dat ga ik ook kijken. Misschien nog even wat gamen. Moet ik even kijken. Ik ga foto's bewerken, een Netflix serie kijken en vanavond weer vuurzee, dus dat wordt het ook. Ik ga nu in ieder geval eventjes opruimen en ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag, het is 7 oktober. Ik ben klaargemaakt, ik heb net ook alweer eventjes een video opgenomen met een oogschaduwpalette, dus die staat er ook weer mooi op. Ik heb lekker weer mijn dikke trui aan, want ik had het gisteravond zo ijskoud. Want ik had mijn gewone pyjama shirtje aan en ik vond het toch wel heel fris. Ik heb eerst Goede Tijden gekeken gisteren, daarna televisiering gala. Het was heel leuk. Ik was niet eens met alle winnaars, maar goed, dat is gewoon echt een kwestie van smaak. Want de een vindt iemand heel goed en de ander denkt nou alweer. Was niet altijd mijn keuze, dus ja... Nou ja, goed, dat maakt ook niet uit. Dat is wat ik al zeg persoonlijk. Het is wel een beetje een dingetje, want bij de televisiegala doen ze altijd ook een memorial moment waarin er stilgestaan wordt bij de mensen die tot en met dan overleden zijn. Dus het afgelopen jaar. En dat wordt altijd heel mooi gedaan, maar nu heeft Richard Groenendijk, die heeft laten weten dat Henry Vrienten er niet tussen zat. En volgens mij was hij van Doe Maar, als ik het goed heb. En Ruud de Wild is daarop ingehaakt, die zat ook in de zaal.
En nu heeft de AVRO-TROS daarop laten weten van ja, maar hij was geen acteur of programmamaker. En we staan alleen maar stil bij mensen die geacteerd hebben of een programma hebben gemaakt. Nou ja, het bleek dus dat hij ook muziek heeft gecomponeerd voor Sesamstraat en het Klokhuis. En dan denk ik van, wat is dat voor bullshit? Dat dus als je een zanger bent, dat je dan niet herdacht mag worden op zo'n... op zo'n gala. Ik vond het zo stom. Nu ik het inderdaad hoor, denk ik ook van... Oh ja, hij zat er ook inderdaad niet bij. Op dat moment heb ik het me niet gerealiseerd. Maar ik vind het wel een hele stomme reden waarom hij er dan niet bij zat. En dat vind ik eigenlijk niet kunnen. En ik denk echt dat ze daar wat aan moeten doen. Want het gaat zo wel een stuk achteruit met ja, alles. Dus dat vond ik echt wel heel slecht. Nou ja, goed, de ring is gegaan naar even tot hier. Ik heb het programma nog nooit gezien, dus ik kan er verder ook niks over zeggen. Maar goed, ik heb nog even mijn spelletje gedaan. Eventjes Animal Crossing alleen. En ik heb gewoon eventjes mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even een nieuwe maken, want daar was ik niet tevreden over. En daarna ben ik de Netflix-serie gaan kijken, die me nu al wel weer meer trok. En daarna 4 uur ben ik nu bijna doorheen. Zoals je kan horen is mijn stem weer wat meer weg. Ik had de afgelopen dagen het idee het gaat beter, maar die stem is een beetje weg. Wenkbrauwen zijn te donker, want ik had een experimentje gedaan met zo'n product wat je wenkbrauwen een paar dagen gekleurd zou laten zijn. Maar die is dus veel te donker uitgevallen, dus hey, gezellig. Maar maakt niet uit, ik ben gewoon thuis, alleen jullie zien het. Ik ga zometeen even stofzuigen en de bakken scheppen. En dan wil ik eventjes boven die 2 make-up lades even gaan ordenen. Dat kastje wil ik boven op het andere kastje zetten. En dan wil ik daar dus eventjes in gaan ordenen. Dus daar wil ik jullie even in meenemen. Ik heb gisteravond nog een pakketje binnen gehad met die lipproducten. Die zal ik jullie even laten zien. En dan ga ik daarna eerst even stofzuigen en mijn dingen doen. En dan tuigen we even naar boven. De lipproducten komen bij Notino vandaan. En daar heb ik al vaker besteld. Hij zou eigenlijk vandaag komen, maar hij werd gisteravond 9:50 nog bezorgd. Wel fijn dat hij er was, maar ik hou er niet zo van als mensen zo laat nog bij je aan de deur komen. Het is donker, ik hou daar gewoon niet zo van. Maar goed, dit zijn dus die lipproducten van die trendeditie die ik je laatst liet zien afgelopen week. Het is dus uit die Pumpkin Pretty Please lijn. En dit is dus een matte lipstick. Dat is deze. En die ziet er dan verder zo uit. Ik vind hem er echt heel erg mooi uitzien. Dus ik ben er ook heel erg benieuwd naar. En deze was dus al heel snel uitverkocht bij de Boosh. Dus op sowieso die hele lijn. Maar dat is de lipstick. En ik heb ook een lipolie. En dat is dan deze. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Dus die zijn al binnengekomen. Dus dat kan mooi straks even opgeruimd worden. Nu eerst even stofzuigen. En zorgen dat de bakken weer schoon zijn. En dan gaan we eventjes gezellig naar boven.
alles is geordend. Gezicht, ogen, lippen, nagels. Dan heb ik hier overig en hier de limited producten. Dus ja, voor nu ben ik daar wel zo tevreden mee. Dan is dat alweer een stuk beter. Nog wel even flink aan het opruimen, maar dat komt nog wel goed. Daar moet ik echt eventjes mee aan de gang. Maar voor nu vind ik dit wel eventjes top zo. Hier worden de laatste brokjes inmiddels opgegeten. En dat gaat op zich prima. Ik heb trouwens een van de leggings aan die ik bij de Action heb gekocht. Die kan ik wel even laten zien. Ik moet zeggen dat het best wel lekker zit. Kijk, want ze vallen heel mooi strak gewoon. Het lijkt net gewoon een broek, maar het is dus gewoon een legging. Het zit wel lekker zo. Het is wel wat lekker relaxed, maar ik vind het wel heel tof staan. Ik ben blij met wat ik heb kunnen doen. Nou, eventjes die make-up allemaal ingedeeld. Ja, labeltjes maken, dat lukt dus niet, want omdat dat ding niet echt functioneert. Dus ik denk dat ik het er gewoon even met de hand ga doen, want ja, dit heeft ook niet echt heel veel meerwaarde zo. Daar ben ik op zich wel blij mee dat dat nu allemaal staat. Ik heb even een bak ingericht voor diamond painting. Maar ik moet boven echt aan de gang. En ik roep dat zo vaak in de vlogs en elke keer. Ik weet dat ik het moet doen. En iets is er waarom het niet gebeurt. Maar goed, het is nu in ieder geval niet meer te warm. Dus ik kan boven gewoon zijn in een trui. Dus ik moet gewoon eventjes gaan doorpakken. Dus ik hoop daar toch even van het weekend nog mee verder te kunnen. Ik ga straks wel even de nagellak eraf halen, want die is zo lelijk geworden. Nou, klaar mee. Ik ga zo even lekker relaxen en dan ga ik straks even lekker douchen en daarna eten. Ik heb trouwens nog even diamond painting gedaan, dat ging wel lekker. Dus ja, dat was wel fijn. Vanavond kijk ik weer lekker Flikker Rotterdam. Het is wel fijn. Daarna ga ik even denk ik Andy en Melissa terugkijken. Ik ga sowieso nog even gamen. Zo, mijn lipstift is uitgelopen. Ik zit gewoon hier. Het is vast door het drinken gebeurd, want ik heb verder niks raars gedaan. Nou ja, ik moet even de video nog in elkaar zetten. De blogpost schrijven. Ik moet dus even nog één nieuwe foto maken. Dan ga ik mijn Netflix-serietje kijken. En daarna weer roodgerubbeld klimmen. Dat is het ook wel. Ik heb alleen onwijs zere benen. Ik had gisteren hele zere voeten, want ik had voor het eerst mijn hakken weer een keer aan. En dat was toch even wennen. En aangezien je daar nu heel veel lopen moet, omdat er heel veel verbouwd wordt. Het is markt, dus dat was even niet zo heel goed idee, maar oké. Daarom merkte ik ook dat ik gisteravond gewoon hartstikke moe was. Maar goed, dat wordt in ieder geval mijn avond wat ik ga doen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 8 oktober. Ik ben klaargemaakt. En ik wilde eigenlijk mijn balkon gaan schoonmaken, maar het heeft zo hard geregend dat alles zo nat is dat dat het niet gaat worden. En dus dat ga ik maar niet doen. Dus ik ga boven maar even verder met opruimen. En dan hoop ik als het van de week droog is dat ik dat balkon even kan doen. Want ik vind het nu een beetje lastig omdat hij nu gewoon echt heel erg nat is en het niet zo heel veel zin heeft omdat ik natte blaadjes toch niet kan opvegen. Ik heb gisteravond lekker Flikker Maastricht gekeken. Was weer heel erg spannend. Wel weer heel erg van genoten. Daarna heb ik even Andy en Melissa gekeken en heb ik even gegamed. Ik heb mijn video in elkaar gezet. Ik heb een blogpost geschreven. Het was allemaal weer een beetje lang werk. Muisje zit daar. Maar het is allemaal weer gelukt. Toen ben ik mijn Netflix serie gaan kijken. En daarna weer rozig en wat klein. Ik was even met Nati aan het bellen, maar de verbinding is verbroken. Ik zal zo even proberen of ik weer terug kan bellen. Ik ga in ieder geval even stofzuigen en de kattenbakken scheppen. Ik moet de kwasten wel even schoonmaken, want die hebben echt een schoonmaakbeurtje nodig. En dan ga ik jullie gewoon weer meenemen. Verder ook niet zo heel veel te vertellen. Dus ja, dat is voor nu eventjes de planning die ik ga doen. Dus ik zie jullie, ik neem jullie gewoon weer mee, moet ik eigenlijk zeggen. Thank you.
Zo, ik ben ook weer klaar. Kwasten zijn lekker schoon. Ik heb boven even wat gedaan. Ik zit nu hier met de zon op mijn gezicht. Het was straks heel vervelend. Toen ging hij weer weg. Toen was het ineens weer heel donker. En nu is hij weer eventjes volop aanwezig. Even wat boodschappen opgeruimd. Eigenlijk even wat kleine klusjes gedaan. Het was op zich wel lekker. Ik moet alleen nog eventjes naar boven zo. Want er ligt nog een nagellakje die ik wil gebruiken. Dat moet ik nog wel even doen. Mijn haar zakt een beetje uit. Dat is minder. Katten zijn nu bijna klaar met eten. Dus dat is ook wel lekker. Ik ga zo meteen even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik weer gewoon Ik hou van Holland en de Alleskunner Vips. Ja, ik wil sowieso nog even wat gamen. En gewoon even een beetje op de computer. Maar ja, die is ook allemaal traag. En ik moet het grootste gedeelte van de vlog wil ik in elkaar zetten. Dus ja, het zijn allemaal even dingen waar ik mee bezig moet. Ik moet eventjes een nieuwe externe harde schijf eigenlijk erbij kopen voor alleen mijn YouTube kanaal. Want ik gooi nu alles bij elkaar op één schijf en dat is gewoon niet zo handig. Dus dat is eigenlijk nog wel even iets wat in de toekomst moet gebeuren. Of als ik een keer in de winkel kom, ik koop hem liever eventjes in de winkel dat ik kan zien wat ik koop. Dus dat eigenlijk. Verder ga ik vanavond mijn Netflix serie kijken en weer roze geur en wodka lijm. Dus dat wordt het ook. Ik ga even een nagellakje pakken en dan ga ik eventjes lekker relaxen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want verder heb ik eigenlijk toch niks meer te vertellen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 9 oktober. Ik zit even op de bank. Ik heb een cadeau gekregen van mijn moeder. Namelijk een nieuwe airfryer. Als je mijn vlogs langer volgt, weet je dat mijn airfryer... Ik heb nu een XL, de oudere variant... niet meer de beste was. Ik kreeg het mandje niet meer schoon. En ik heb toen wel eens een reactie van jullie gekregen van waarom bestel je geen nieuwe? Die waren niet meer te bestellen. Dit is de oude airfryer die ik heb. En ja, die waren gewoon allemaal niet meer te bestellen. Het is alleen nog maar voor de nieuwere airfryers. Dus dat werd hem sowieso niet. En nu ontdekte ik vorige week dat de kogellagertjes loslieten. Kan ik misschien wel eventjes laten zien. Ik hoop dat hij dat vast kan stellen. Ik heb hem hier namelijk staan, mijn oude. Kijk, en als je heel goed hierin kijkt, liggen hier allemaal balletjes. En dat zijn dus de kogellagertjes. Dus ik leg hem schoon. Dan heb ik hier ook het mandje staan, die dus ook echt niet meer schoon te krijgen was. Ik heb er echt alles aan geprobeerd te doen hoor. Ik heb hem echt met van alles schoon geprobeerd te maken. Kom maar, Mickey. Maar dat werd er niet. Mickey, kom. Kom nou. Dan kan ik ook even zitten. Dus dat, ik kreeg hem gewoon niet meer schoon. En toen zei mijn moeder van, nou, dan krijg je een nieuwe. En hij is hier, de Airfryer Premium XXL. Hier staat hij dus. Ik ga deze zometeen eventjes, ga ik de plek waar hij komt te staan schoonmaken. Dan ga ik hem ook even uitpakken. Dus zal ik jullie dan even bijzetten. Gisteravond heeft Ajax gespeeld. We hebben eindelijk weer een keertje gewonnen. Na een paar weken, dus dat was wel fijn. Ik heb verder Ik hou van Holland gekeken, was wel weer leuk. En daarna de Alleskunner Vips. Mickey gaat weer naar de keuken toe. Toen heb ik de vlog voor het grootste gedeelte afgemaakt. Ik heb ook nog even GTA gespeeld, maar dat ging niet zo heel makkelijk. Ik heb een beetje een lastige opdracht. En daarna heb ik... een Netflix-serie gekeken en roze geur en wat kalijm, dus dat was het verder ook wel. Ik ga even stofzuigen, bakken scheppen, groenten afhalen. Dan ga ik even de plaats schoonmaken waar de nieuwe airfryer komt. En dan zal ik hem zo meteen eventjes met jullie uitpakken. Dus ik ga eventjes wat doen. Straks ga ik foto's maken, dus die zal ik ook nog eventjes laten zien. Dus ik ga nu even wat klusjes doen. Uitpakken. Dit
is een stevig plasticje. Oh. Ik ga eerst even pittig afhalen. Dan zal ik jullie zo even wat verplaatsen. Yay! Even een mesje. Ik kan mijn doos open. Open. Zal ik hier even wat naar beneden zetten? Zo kan hij zo ook gelijk op zijn plek. We hebben allereerst boekjes. Oh, je moet hem even registreren, want dan heb je een jaar extra garantie. Dus dat moet ik wel eventjes doen. Hier hebben we het plateautje. Hier is zeg maar het roostertje. Dus die zit los bij deze. Dit is al best wel leuk. Oké. Oké, ik trek hem gewoon met de hele doos weg bij me mee. Kijk of ik een grip op kan krijgen. Het is een hele klim. Dit er al. Oh. Oké. Ik kan zien, kost het wat moeite. En hier is hij dan. Dit is dus de gele met de koperen kleuren, als je kan zien. En dan, dit zit natuurlijk nu nog allemaal vast, dat moet ik even openmaken. Hier zit denk ik een plasticje op. Dit kan er allemaal eventjes af en dan zal ik hem zo even op zijn plek zetten en dan kunnen we eventjes de binnenkant bekijken. Maar eerst maar eens even de plasticjes eraf halen. Oh. Hier. En dan kan de bak open. Zo. Dan heb je hier dit. Zit er dan in. En dan kan het mandje eruit. Nou, hier moet ik dus zelf eventjes het roostertje inklikken. Maar hier zit dus ook nog een extra vetlaag in. Kijk, er zit een extra bodempje in. Dat is dus een vetverdeler. Dus die leg je er gewoon in. Dan zal ik ook gelijk even het roostertje erin klikken. Dan hebben we hem gelijk compleet. Er zitten twee haakjes aan, of één haakje aan en die moet je hier dan, als het goed is, op leggen. Staat daar ook een beschrijvingje van bij? Nee, natuurlijk niet. Hij moet wel zo. Zo anders zijn. Oh, ik denk dat ik hem. Huh? Nou, schiet mij maar lek. Moet je hem er van de onderkant in doen? Want anders zou het natuurlijk ook kunnen.
Ja, hij moet er wel echt zo in. Zo. Ik ga dit even uitvogelen. En dan staat hij en dan heb je hier gewoon aan en uitknop. Nou, dan kun je hier zeg maar doen wat je wil. En dan temperatuur en zo. Nou, dan kun je hem naar 180. Volgens mij kun je hem ook wel hoger zetten. Ik doe hem altijd zelf naar 100. Nee, dan moet ik even kijken hoe dat precies werkt. Kijk zo en dan doe je de tijd en dan zo de minuten. Nou, zo werkt dat dus. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar het bandje zit er nu in. Het was uiteindelijk heel makkelijk. Dus hij moest er gewoon zo in. Dus helemaal top. Helemaal blij mee. Ik vind hem heel mooi staan. Hij is iets groter natuurlijk als de andere. Maar het stopt zo. In de waterkoker heb ik normaal daarbovenop staan. Dus die zou ook nog weg kunnen. Maar ik vind het wel weer heel erg mooi zo. Dus heel blij mee. Heel erg bedankt, mama. Ik heb weer even wat fotospullen gepakt. Ik heb hier allereerst van Essence een Protecting Teennagel Base Coat. Er zit tea tree oil in, dus daar ben ik wel heel benieuwd naar of dat een beetje werkt. Dan heb ik van Catrice hier een lippenbalsem met Watermelon Shine Glow Lip Balm. Dit is dus een gekleurde lippenbalsem. En ik heb hier van MUA een Brow Define Eyebrow Pencil. Er zit ook een blendingsbrush bij, dus hier ga ik mooi eventjes foto's van maken. Dan is dat ook weer klaar. Dus ja, dat is wel weer lekker. Mijn alwasje staat even te weken. Je ziet hier en daar wat bruine vlekken waar de controlled koffiebakje erin zit. En dan kan ik het straks zo in één keer allemaal afdrogen. Dus dat is wel fijn. Dus dan weet het mooi allemaal even los. Zo, de katten zijn in ieder geval weer helemaal uitgegeten. Dus die hebben weer lekker hun eten op. Ik heb de foto's geïmporteerd en gemaakt. Ik ben nog even naar boven geweest om daar wat op te ruimen. Maar ik moet van de week gewoon echt eventjes een keer de stofzuiger mee naar boven pakken. Zodat ik hem ook even goed kan stofzuigen en even dweilen. Maar ik vind het een beetje eng omdat ik dan met mijn stofzuiger zeg maar het vliezotrapje op moet. En ik ben toch altijd een beetje bang dat ik val. Maar goed, ik ben in ieder geval heel blij hoe het nu allemaal in de keuken staat. Heel blij met mijn nieuwe airfryer. Die ga ik straks gelijk proberen. Misschien dat ik daar nog wel even beelden van maak. Dan zien jullie die later nog eventjes in de vlog terug. Ik ga in ieder geval nu zo even lekker relaxen en dan straks in ieder geval douchen. Dan ga ik vanavond weer weet ik veel spelen en 5 live kijken. Ik moet foto's bewerken. Ik wil eigenlijk nog eventjes een persbericht online knallen en alvast een thumbnail maken voor die video van dinsdag die dan online komt. Verder ga ik mijn Netflix serie kijken en Vuurzee. En volgens mij heb ik nog 2 afleveringen, dus dat loopt ook ten einde. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ja, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 10 oktober. Ik zit lekker in mijn mini mousetrui. Ik heb het koud. Het is aan het regenen buiten, wat weer heel gezellig is. Ik dacht echt dat ik een beetje door mijn verkoudheidje heen zou zijn. Maar niks is minder waar, want ik ben gewoon weer aan het niezen. En mijn stem valt nog steeds een beetje weg. Ik heb het een beetje benauwd. Althans, dat mijn neus dicht zit, zeg maar. Maar verder gaat het goed. Het eten uit de airfryer was heerlijk gisteren. Ik proefde echt meteen verschil, dus dat was echt super. Ik heb hem daarna ook gelijk helemaal goed schoongemaakt. Dat ging ook heel goed. Dus dat was heel fijn. Ik heb gisteravond, weet ik veel, gespeeld en ik had een 6. Yes! Dat is altijd wel... Daar word ik altijd wel blij van. Dat ik dat voor mijn gevoel een voldoende heb. Dat ik denk van, ah, dat heb ik toch wel goed gedaan. Dus dat was wel leuk. Toen heb ik 5 live gekeken. Ja, ik vind het op zich wel een leuke serie. Er is heel veel commentaar op gekomen van mensen die het niet leuk vinden. Dus ik denk dat de kijkcijfers misschien wat zullen gaan kelderen. Omdat heel veel mensen al hebben gezegd van nou, ik wil het nog 1 kans geven. Maar ik vind het nog steeds niks, dus ik ga niet meer kijken. Maar ja, goed, dat is gewoon een keuze natuurlijk die persoonlijk is. Ik heb mijn nagels gelakt. Ik zal even het lakje pakken. Ik dacht dat ik die had meegenomen. Vergeten. Gezellig.
Altijd handig. We hebben hem. En ik heb dat nieuwe lakje van de Pumpkin Pretty Please gebruikt. Dit is de matte nagellak. Ik had het idee dat hij een geurtje had, maar hij is dus inderdaad echt mat oranje. Ja, wel leuk. Heeft de naam dus, kan ik dat lezen, 01 Pumpkin Patch Princess. Dus ik vind hem wel heel erg leuk. Nou, ik heb eventjes, ik heb nog een persbericht online gezet gisteren. De foto's zijn bewerkt. Ik heb de thumbnail afgemaakt voor de extra video voor morgen. Dus wat dat betreft ben ik lekker bezig geweest. Daarna ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. En Vuurzee, dat was echt super spannend. Ik twijfel een beetje hoeveel afleveringen er nog zijn. Of ik nou vanavond de laatste heb of morgenavond. Maar ik vond het in ieder geval wel echt een hele goede serie. En ook wel een aanrader. Dus als je van Nederlandse series houdt en je hebt hem nog nooit gezien. En je hebt Videoland, zou ik hem zeker aanraden. Want dit is natuurlijk een oude serie die er ooit door de VARA is uitgezonden, geloof ik. Ik had hem nog nooit gezien. Ik heb een nieuw boek gestart. Op zich ja, ziet het er allemaal wel interessant uit. Ik moet even kijken hoe het verder gaat lopen. Soms ben ik niet gelijk enthousiast, maar op zich vind ik het, las het wel lekker weg. Lettertype was wat kleiner, dus die heb ik mooi even aangepast. Dat vind ik natuurlijk handig met het lezen van een e-reader, dat je lettertype wat kunt aanpassen. Of lettergrootte, moet ik zeggen. Ik heb de lettergrootte wat groter gemaakt. Ik ga nu de kattenbakken doen, de douche, de gang. En ik ga jullie meenemen, want ja, dat moet ook weer eventjes gebeuren. En dan moet ik soms even door de regen om de troep weg te gooien. Daar zie ik een beetje tegenop, maar dat komt wel goed. Het is tijd om wat te gaan doen. Alles is weer klaar. Ik heb het allemaal weer rondgekregen. Ik heb alles weer lekker schoon. De bakken zijn schoon. De douche is weer helemaal schoon. Het regent inmiddels zo gezellig buiten. Vind ik wel echt lekker. Spinazie staat in het water. Ik heb mijn vlees even gekruid. Het was een tip van mijn moeder. Die deed altijd van tevoren een poosje kruiden. Dus dat heb ik nu ook gedaan. Ik ben heel benieuwd of dat dan nog anders gaat smaken straks. Dat het dan langer heeft ingetrokken, zeg maar. Dus op zich wel eventjes lekker bezig geweest. En ik heb het even droog gehouden toen ik naar de kliko moest. Dus dat was op zich wel fijn. Ik merk wel dat het nagellak al een beetje chipt. Ik heb kleine chipjes. Toch denk ik door de handschoenen. Dus die zal ik straks even bijwerken. Ik ga nu zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen. Dat is altijd nadeel voor je... Kijk, voor die sloffen. Er gaan hele plekken haar in zitten. Kijk. Dat is zo naar. Ik ga eigenlijk weer eventjes wegknippen. Dan straks eventjes lekker koken en eten. Vanavond kijk ik weer Goede Tijden en Chateau Meiland. En daarna ga ik nog even wat terugkijken. En ik wil even Fortnite doen. Want ik wil weer eventjes proberen een beetje wat levels omhoog te komen. Even wat questen te doen. Ik ga mijn blogpost schrijven. Ik ga de extra video in elkaar zetten en inplannen. Dan ga ik verder met mijn Netflix-serie en daarna Vuurzee.
En dan zien we wel hoeveel afleveringen ik nog moet. Dat zal ik morgen wel even laten weten of dat het al de laatste is of dat ik er dan nog eentje heb. Maar dat horen jullie morgen dan. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan zie ik jullie gewoon morgen weer, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 11 oktober. Ik ben klaargemaakt. En het was wel grappig. Ik keek uit mijn raam op de slaapkamer en toen zag ik dat ze bij mensen zonnepanelen aan het plaatsen waren. En dat had ik nog nooit gezien. Ik weet natuurlijk wel hoe zonnepanelen op een dak eruit zien, maar ik had nog nooit gezien dat ze die gingen plaatsen. Het zag er best wel grappig uit. Het was wel best wel intens werk volgens mij, want ik denk dat die panelen nog best wel zwaar zijn. Maar het zag er best wel leuk uit om dat zo eens te zien. En ik kwam ook zoiets grappigs tegen. Ik had het een paar weken geleden bij Shownieuws al gehoord. Er is een kunstenaar die heeft van overleden bekende mensen, vooral uit het buitenland. Misschien is het ook een buitenlandse kunstenaar, dat weet ik niet. Heeft hij foto's gebruikt? Die heeft hij dus door een programma gehaald. En dan komen er die mensen er dus uit hoe ze er vandaag de dag uit zouden hebben gezien als ze dus nog geleefd hadden met het jaartal wat ze dus nu hebben. Dat was best wel bijzonder. Ik had bij Shownieuws al gezien Prinses Diana. Die vond ik niet per definitie heel mooi oud geworden. Mag je misschien niet zeggen, maar nou, vond ik gewoon niet zo. En Elvis Presley, daar kon je echt nog wel heel goed zien dat hij het was. Ze hebben ook een Kurt Cobain gedaan. En nu kwam ik dus gisteren heel toevallig via social media de foto van Freddie Mercury tegen. Want die hebben ze dus ook ouder gemaakt. Zag ik ook niet meer heel goed dat hij het was. Maar ik zal hem eventjes erbij pakken. Want ik heb hem nog. Ik had hem ook even naar mijn moeder gestuurd. Die zag het wel. Kijk. Zo zou hij er dus uit hebben gezien als hij nu nog geleefd zou hebben. Op zich nou, niet heel verkeerd ouder geworden. Maar ik denk dat ik het niet zo goed zie. Omdat ik ook zijn tanden niet zie. Ze hebben natuurlijk wel die snor erbij gepakt. Maar ja, ik vind het op zich wel heel, heel bijzonder dat ze dat hebben gedaan. Ze hebben natuurlijk alleen met mensen gedaan die op jonge leeftijd overleden zijn. Maar wel heel bijzonder om dan te zien hoe die mensen er nu uitgezien zouden hebben. Zoals Elvis Presley ook. Je zag het gewoon nog heel goed. Alleen dan heel grijs geworden. Dus dat was wel, ja, vond ik wel heel grappig. Ik heb gisteravond lekker Chateau Meiland gekeken. Was wel weer heel erg leuk. Daarna heb ik even Miljoenenjacht afgekeken. Was ook wel op zich wel weer leuk. Goh, alles is leeg. Mijn batterij van mijn camera was leeg. Mijn horloge is leeg. Gezellig. Dus ja, dat heb ik even afgekeken. Ik heb ondertussen ook nog even Fortnite gedaan. Ging niet fantastisch, maar was wel weer eventjes leuk. Ik heb wel weer wat levels gehaald. Toen heb ik mijn blogpost geschreven, heb ik de extra video in elkaar gezet die online is gekomen. Toen ben ik mijn Netflix serie gaan kijken. Ja, was ook wel weer heel spannend en vuurzee. Vanavond is de laatste aflevering en ik zat op het puntje van de bank bijna. Nou ja, ik zat onder mijn kleed. En dat was echt zo spannend. En ik heb echt heel veel zin om vanavond die laatste aflevering te gaan kijken. Omdat ik zo benieuwd ben hoe het allemaal eindigt. En hoe de puzzelstukjes in elkaar gelegd gaan worden, zeg maar. Om het maar zo te zeggen. Dus dat was echt heel spannend. Ik ga nu even stofzuigen. Dan ga ik eventjes video opnemen. Ik heb nog een paar kleine klusjes die ik moet doen. Ik moet even nieuwe batterijen in mijn klok doen. Op een slaapkamer, want die staat stil. Er moeten even nieuwe batterijen in die LED-kaarsjes. Want er was er eentje die deed het niet. Die kleine doet het niet. Die had ik vorige week heel leuk aangedaan. Maar ja, die kleine deed het niet. Ik wil eigenlijk even een nieuwe beschermer op de AirTag plakken. Want deze is gewoon niet echt fantastisch. En ja, daarna ga ik nog eventjes Goh, ik kom nou toch niet op het woord. Diamond painting doen. Moeilijk. Dus dat is even de planning. Ik heb nog eventjes dus beelden gemaakt van de airfryer van zondag. Die zal ik jullie ook eventjes laten zien. Ga ik nu eventjes aan de gang en dan neem ik jullie straks nog even mee. Thank you.
Nou, hier wordt lekker gegeten. Mijn haar was grandioos uitgezakt met die knips. Ik had er geen zin meer in. Ik haal hem eruit. Nou, wel even lekker de klusjes gedaan. De video's staan erop. Nieuwe batterijen zitten erin in het kaarsje. Dat is mooi. Nou, de klok doet het weer. Dat is ook wel fijn. Het is toch wel fijn ook op de slaapkamer om te weten hoe laat het is, vind ik zelf altijd. De AirTag is nu goed beplakt. Het was nu echt gewoon een beter plakkertje die er gewoon makkelijk op ging. Dus dat was top. Ik heb ook nog even diamond painting gedaan. Maar gooide per ongeluk de steentjes in het verkeerde bakje. Dus moest ik even alles uitzoeken. Dus ik heb even met het pincetje alle kleurtjes die er niet hoorden tussenuit gehaald. Was wel makkelijk te zien, want het was een donkerder kleurtje. Op zich wel goed. Hier wordt nog eventjes lekker gegeten. Volgens mij is Tijger ook klaar. Ben je ook klaar? Dat te zien wel, want ze zit hier alweer. Ik ga zo meteen even lekker relaxen. Ik heb het echt super koud. Ik merk ook dat de temperatuur nu wat daalt. Het is nu 18 graden hier. Dus ja, hoe verder die zakt, dan zal straks echt een keer de verwarming aan moeten. Want dit is op zich nog te doen met een kleedje. Maar gaat die straks echt naar de 16, dan wordt het wel heel fris in huis. Nou ja, ik ga zo meteen even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond ga ik bureau Arnhem kijken met Ewout Genemans. Die begint met een nieuw seizoen. Hij heeft natuurlijk altijd dat hij meeloopt met de politie. En hij gaat dit keer meelopen met de politie Arnhem. Daar ben ik wel benieuwd naar. Je hebt nog 4 handen op 1 buik, maar ik denk dat het een herhaling is. Nou, ik wil sowieso nog even gamen. Ik heb trouwens toch eventjes een topcoat over deze nagellak gegooid. Ik vond het matte wel mooi, maar ik had dit heel erg snel beschadigd. Dus ik heb er nu eventjes een waterbasis topcoat overheen gedaan. Het even iets meer glimt, want ik denk toch dat het voor nu even beter is. Ik ga vanavond de vlog afmaken. Ik ga mijn foto's bewerken. Ik ga mijn Netflix-serie kijken en daarna lekker. De laatste aflevering van 4C. Ik ben benieuwd of jullie het verschil nu konden zien met hoe het eten eruit kwam met de airfryer. Ik proefde zelf weer het verschil en ik zag ook wel verschil. Dus ik ben benieuwd hoe jullie dat vonden. En ja, het schoonmaken gaat ook eigenlijk heel goed. Want dat heb ik nu gewoon elke keer dat ik hem heb gebruikt netjes gedaan. Had ik bij die andere trouwens ook, maar op een of andere manier is dat niet goed gegaan. Dus nu doe ik het heel braaf. Ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je de melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, dus zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!